Ophakken. Het is vrijdagochtend, Mila is er ook. Ik ga deze dames zo naar school brengen. En omdat Mila er is, ben ik vroeger wakker. Ik heb ook echt al de was aangezet en allemaal dingetjes al gedaan. Ik moet er echt aan wennen, want 's ochtends doe ik normaal eigenlijk niet zo heel veel. En nu heb ik nog... Nou, ik heb nog 20 minuten, dus ik ga gewoon echt even zoeken wat ik met mijn tijd ga doen. Wat ik 's ochtends kan doen. Echt... Ja, Sarah is de laatste eten aan het eten en verder zijn de meiden klaar. We zitten in de auto. Kinderen hebben allemaal heel veel tassen bij zich. Heel veel tassen. Schooltassen, gymtassen, ja. Oh. De kamer ging er. Ja, die valt er van om. Dus, en ik heb zo'n productieve ochtend gehad. Dat is echt bizar. Ik kom net weer van de fysio en ik voel me echt weer als herboren. Ik voel me helemaal vrij. Ik heb mijn rug en mijn nek is weer gedaan. Een groot onderhoud, zoals ik het altijd noem. Nu moet ik eerst naar de Intertoys. Cadeaubon halen voor morgen, want er zou speelgoed klaargezet worden, maar dat was niet gelukt. Daar zat ik op te wachten, dus die bon dan maar even halen. En daarna naar de Albert Heijn, daar heb ik even specifiek wat dingen die ze alleen daar hebben. Dan bij de Jumbo, want daar heb ik ook dingen die ik echt specifiek daar wil halen. Dan naar huis heel snel en dan weer naar de overblijf. Vandaag is echt een beetje ren- en vliegdag. Want ik wil dingen thuis ook nog gedaan hebben. En vanavond ben ik ook heel de avond weg. Ik zit even te inventariseren in mijn hoofd. Maar dat was het, geloof ik. Ja, dus ik ga even haasten. Wat een dag echt. Het is echt... het is al 11 uur. Ik mag bijna weer de deur uit. Ik ben wel heel goed geslaagd. Ik heb een cadeaubon met een klein cadeautje erbij. Ik vind het aan mijn kindjes alleen een cadeaubon te geven, vind ik altijd saai. Dus gewoon even iets kleins erbij. Ik heb een tafelkleed voor mijn Sarah's verjaardag. Die moest ik weer. Ik heb wel een andere. Ik haal altijd vegan pesto, want er zit geen kaas in. Bij de Albert Heijn, dat is de enige die dat heeft. In ieder geval hier. Ik heb het nergens anders gevonden. Maar die hadden ze niet meer, dus nu heb ik van Albert Heijn eigen merk één. Nou, hopen dat het maar goed is. Nou, ik wilde kaartjes voor uitnodigingen, dat was ik er net vergeten. En ik zat nog zo te denken wat ik allemaal moest. Maar toen ging ik kijken bij die voorgeschreven kaartjes. Dit is trouwens voor Sarah de kinderfeestje, want voor de grote verjaardag kaartjes laten drukken. Nou, ze hadden alleen maar van die kinderplaatjes en zo. En ze heeft ook kinderen die wat ouder zijn. En zelf is, het kwam niet helemaal uit. Dus ik heb blanco kaartjes gehaald en ik ga Marco nu appen. Ik maak gewoon een ontwerp wat erop moet en... Dan mag hij vanavond, als ik weg ben, kaartjes gaan tekenen. En ik had heel lekker deze gehaald. In ieder geval, laat ik zeggen, ik heb ze nog nooit op. Ik denk, dat is misschien wel lekker. Maar die moet in de oven en dat ga ik gewoon niet meer redden. Dus het wordt gewoon maar even snel een boterham met hagelslag of zo. Oh, wat een dag. Ik ben echt aan het rennen, vliegen. Ik heb ook vanmiddag gewoon de camera niet uit mijn tas gehaald. Ik denk, ik ga echt even... Haasten, want ik kwam thuis uit de overblijf en daar heb ik al niet zo heel erg lang. Dat zit ook wel heel hard. En ze hebben de zwemtas ingepakt. En we moesten wat andere dingetjes pakken. Klein beetje opgeruimd. Nou, en toen kon ik eigenlijk alweer de deur uit. Dat ik echt denk, serieus? Dus ik ga nu Sarah ophalen. Zwemtas, ik dacht even dat ik hem vergeten was, maar ik heb hem wel. Daarna gelijk door naar zwemles, dan naar huis, dan moet ik koken en dan moet ik me alweer klaarmaken en dan ga ik weer de deur uit. Dus het is vandaag echt rennen en vliegen. Maar vanavond heb ik wel echt heel erg zin. Ik ga met de mama's. Dat is het, ik heb een groepje op school. Mijn moeders hebben elkaar leren kennen en we hebben gewoon zo'n onderlinge klik. Met z'n zessen en we zijn vanavond dan met 4 van de 6. En dat is zo'n, op het idee avond. Denk aan Tupperware, maar dan anders.
En veel uitgebreider, echt allerlei dingen. En ik ga meer, volgens mij, wij allemaal voor gewoon de gezelligheid onderling. En als dat wat is, is het wat. En is het niks, daar gingen we uiteindelijk toch niet voor. Maar gewoon om lekker even bij te kletsen en gezellig te zijn. En dat gaat sowieso helemaal goed komen, want dat is het gewoon altijd. Dus ik zit heel erg te wachten of we even op dat punt zijn vandaag. Dan is het even relaxen. Ik moet wel zeggen, ik heb wel echt al heel veel gelopen. Mijn stappen ga ik, ondanks dat ik vanavond eigenlijk niks ga lopen, bijna toch wel halen. Want ik heb ze nu al bijna. Ik denk dat ik al 6.500 zit of zo, schat ik. Moet wel. Want echt, ik ben alleen maar onderweg geweest en aan het heen en weer rennen en vliegen. Ik zal eens even kijken, ik ben bijna geparkeerd. Dan gaan we kijken waar ik op sta. Oké, let's see. Even mijn telefoon. Zit nog in mijn zak. Ik ben echt zelf al gewoon heel benieuwd nu. Geladen, geladen. Oeh, ik zit al hoger. Ik zit op 7134 stappen al. Dus dat, nog geen 3000 stappen, die ga ik sowieso halen. Met nu het heen en weer lopen haal ik er alweer een paar honderd bij, denk ik. Dus ja, ga ik nu s'nachts herhalen. Sarah zit een keer niet aan die kant, maar aan deze kant. Dus ze zit achter me en volgens mij heeft ze er geen zin in. En we zijn onderweg naar zwemles, maar de brug staat open. Dat dus, vind ik fijn. Ja, Sarah heeft geen zin in zwemles. Dus ze heeft alleen maar zoiets moois als ze te laat zouden komen. Maar ik denk dat we nog net aan op tijd zo zijn. Mm. Het is echt warm in de auto. Dus lekker dan? Weer eigenlijk. Pardon? Nee, dat raam op. Oh, dat is wel heel anders. Het is niet die raam, van hè? Van mij. Het is dat raam. Dus, het is heerlijk weer buiten, maar in de auto is het dan gelijk weer een sauna. Ik vind altijd als je dan, weer gewend bent aan dat het kouder binnen is, dan voel je het nog erger of zo, dat het zo heet is. Mama, kijk, zie je daar? Marco staat er. Macro? Bijna, Marco. Ja. Maar de Macro, dat is een groothandel. Daar kunnen wij ook een pasje van aanvragen. We hebben hem wel van de Sligaro aangevraagd, maar nog niet van de Macro. Daar kunnen we ook een keer heen. Misschien dat ik dat voor jouw verjaardag eigenlijk wel doe. Vinger in je neus. Oh ja. Dat vinger in je oor zo. Lekker ding. Ik ben klaar om te gaan. Alleen nog even spullen in de tas en dan komt Chantal me ophalen. Want we gaan samen erheen. Ik heb trouwens deze top aan van Karen Millen. Very high rise. High waist. Ik zeg altijd rise als ik vlog. Heel stom. Want normaal zeg ik het goed en als ik het op de camera zeg, zeg ik het fout. Small high waist. Skinny jeans van Levi's en die Calexis pumps. En mijn Calvin Klein tas. En even laten spulletjes erin en dan ren ik de deur uit. Ja, dat doe je. Ja, dat komt bij de raam. Ja, ja. 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 En, maar ik ben hier. Ja, maar ik ben laatste 100 stappen. En ik ga zitten. Bijna 12 uur. Ophakken. Ik ben thuis na echt een geweldige avond. Ik heb de uitnodiger ook binnen en ik heb ook gezien dat Marco een aantal uitnodigingen heeft gemaakt voor het kinderfeestje. Maar dat ga ik lekker morgen laten zien, want ik ga nu lekker mijn bedje in. Bedankt voor het kijken en tot morgen.